Hij is eigenaar, hij is eigenaar. En je bent gewoon zijn slaaf. Je bent tot slaaf gemaakt, dus hij kan zeggen wat hij wil tegen jou. Dus als hij zegt tegen jou, meneer Hooy, je moet gaan springen, dan moet je gewoon springen. Dit is een stukje uit de voorstelling waarmee Arsho, Remy en Eduard 23 januari in verzamelgebouw het klooster aan het Afrikaanderplein staan. Ze willen het verhaal van Tula daarmee bekendmaken bij een groter publiek. Eerder waren ze ook al te zien in het depot Boymans van Beuningen. Slaafgeschiedenis, slaventijd is het gevoelige onderwerp, maar we moeten met elkaar blijven praten. Het is 226 jaar geleden dat Tula, Bashanka Pate en Pedro Wakao die vochten voor ons vrijheid. Dat het verhaal van Tula als held zo wordt verteld is bijzonder, omdat hij hoofdzakelijk als misdadiger wordt omschreven in de geschiedenisboeken. Arsho heeft zichzelf ook moeten openstellen om anders te kunnen kijken naar de betekenis van Tula in de geschiedenis. Tula is mijn held geworden. Tula is mijn held geworden. Geworden? Ja, geworden. Want vroeger heb ik op Curaçao heb ik les gehad over Tula. Maar we gebruikten Tula alleen maar om elkaar te pesten. Weet je, dus jongens aan elkaar. Oh, je lijkt wel Tula. Kijk je haar. Je ziet echt niet uit. Of je werkt hard en zulke dingen. Dus we gebruiken Tula om elkaar te kleineren. Terwijl we wisten wat Tula deed. Want we kregen dat op school. Maar die waarde wisten we niet. Wist ik niet. Totdat ik de laatste jaren me ging verdiepen. Toen dacht ik, deze man is een held. Is gewoon een held. Deze man. Dus ik zou willen dat iemand mij Tula zou noemen. Weet je? Dan vroeger word je boos, ga je vechten als die man zoiets tegen jou zei. En zijn verhaal, hoe hij voor vrijheid en gelijkheid vocht. Hij zei, weet je, van ik pik dit niet meer. We gaan vechten voor onze vrijheid, we gaan vechten voor onze gelijkheid. En de plantagehouder, die zei, weet je, van wat gebeurt er hier? Jullie zijn onderdanen, waarom gaan jullie dit doen? En hij heeft ook voor opstand gezorgd. En in die tijd had je geen WhatsApp, je hebt niks. Je hebt geen telefoon, mobiele telefoon, niks. Maar deze man had het zo goed georganiseerd. Hè. En uiteindelijk hebben ze hem te pakken gekregen en hebben ze hem vermoord. De drie mannen oefenen voor de voorstelling van 23 januari in Verhalenhuis Belvedere. Daar heeft Arsho het verhaal van Tula ook al eens eerder verteld. Remy had de voorstelling eerder gezien en raakte geïnspireerd en achteraf in gesprek met Arsho over Tula. Nu repeteert hij zelf mee om een bijdrage te leveren in de nieuwe voorstelling. Mijn naam is Tula. En mijn hart spreekt. Maar het woord breekt. Overgeleverd. En vervreemd van mijn eigen ik, moest ik leveren, terwijl ik wilde leven. Inspireert, dat is één ding wat zeker is, maar het geeft je ook een stukje kennis mee van je eigen verleden, zodat je ook een beetje weet van waar kom ik nou zelf eigenlijk vandaan en wat betekent waar ik vandaan kom nou uiteindelijk voor de toekomst. Dus, en wellicht kan het helpen om patronen te doorbreken, om niet altijd maar hetzelfde te blijven doorgeven, maar dat we op een punt komen dat we het gewoon samen met elkaar gaan doen. Bewustwording, begrip en respect, versterken verwerking, emanciperen het verleden en geven kracht aan het heden. Ben ik nu echt mentaal bevrijd? We doen het samen. Ik verwelkom Tula. Vrijheid, gelijkheid en broederschap.